winnaar Paul Odijk van de beste. Als ik ook aan jou zou vragen, waar komt die inspiratie vandaan? Wat is dat? Ja, het is geestdrift, het is liefde, het is passie. Passie aan het werk en thuis. Gelukkig. Gelukkig, ja toch? Dat is het. Knap hoor. Ja. Ik ga je nu lastig vallen met allerlei andere moeilijke vragen. Nou, dat komt weinig uit. Dus, precies, ja, dat geeft niks. Toch nog één vraagje. Ja. Straks als je thuis komt, dat juryrapport. Nee. Ik denk het een beetje na. Nou, ik denk het wel. Okay. Ja, hij denkt iets anders, maar dat wil je niet zeggen. Ja, toen het genoemd werd als inderdaad, volgens mij ga ik het ook als eerste. Leuk is dat zijn de echte ondernemers. Ja. Geniet ervan, dames en heren. De winnaar, Paul Odijk van de beste. Deze kant. Paul Odijk, hartelijk gefeliciteerd met deze trofee eigenlijk. Hoe word je nou beste voedspecialiteitenwinkel van Nederland? Jeetje, dat is een heel lang en een breed verhaal. Maar eigenlijk is het gewoon zo door goed hard te werken en na te denken over waar je naartoe wilt. En een stip op de horizon zetten en daar gewoon heel hard naartoe werken. En veel passie in je werk leggen en bevlogenheid. Ik denk dat kracht is van een ondernemer en die zou die moeten uitdragen. En dat doe ik. Ik denk dat een beetje het verhaal is in het kort. Ja, en dit dan toch de pluim op je werk, denk ik. Hele mooie trofee gewonnen. En nog een replica, die mag je houden. Ik begreep dat je die hele grote weer terug moet geven. Ja, mooie teruggeven, maar dat geef ik niet. Dat is Louis waar. Dus op zich is het goed om die kleine mee te nemen. Want die, hier heb ik... Je hebt ook heel lang van gedroomd gewoon. Ik wilde dit gewoon ooit bereiken. Niet alleen maar puur de trofee op zich. Maar gewoon dat je zo goed bent in je werk, in je vak. Dat dit een bekroning is. En daar ben ik echt super blij mee. Echt super blij. Ja, ik had begrepen, je zit al 25 jaar in het vak. Ja. Is er veel verschil? Ja, vast wel met 25 jaar geleden en nu ongeveer? Ja, heel veel. Vroeger deed je de deur open en had je klanten. En tegenwoordig moet je een keer zoveel doen voor diezelfde klanten. Er verandert zo verschrikkelijk veel. Ja, tegenwoordig moet je niet alleen maar verstand hebben van kaas en worst. Maar ook van social media, automatisering. En dat maakt het ook heel erg boeiend. Soms ook frustrerend. Maar ja, het is een super uitdaging. Deze competitie, voor de hoeveelste keer werd die gehouden? Ik dacht net de 30ste keer. Ben je al eerder genomineerd voor deze prijs? Nee, vorig jaar zat ik er net niet bij. Vorig jaar ben ik als 60 geëindigd, dus net niet in de finale. En toen had ik al stiekem gehoopt om in de finale te mogen zitten. Maar weer stevig bezig gegaan met alle punten die in de juryrapport naar voren zijn gekomen. Alles verbeterd en kijk. Ja. Je leeft nu helemaal volgens mij op een roze wolk. Ja, ik heb en begin heel erg dorst te krijgen, want ik heb alleen op water gezeten. Maar ik ben gewoon super blij. Ik realiseer het nog niet zo heel erg goed, maar dat gaat wel komen. Hoe ga je aan deze competitie meedoen? Ik bedoel, kan je jezelf daarvoor inschrijven? Je schrijft je in. En in eerste instantie is dan dus de certificering. Hè? Dus de eerste ronde. Dan kijken ze heel erg op hygiëne, manier op je werkt. Dus gewoon dat de basis gewoon goed is van een winkel. En dan krijg je de finale rondes. Waarin steeds scherper en dieper wordt ingegaan op hoe je als ondernemer aan het werk gaat. Je vakmanschap. Hoe je met je bedrijf en met je marketing omgaat. En dan wordt er steeds kritischer gekeken. En dat vond ik heel erg leuk. Want ik heb heel veel geleerd ook weer de laatste juryrondes. Echt enorm. Ja. Dus ik heb alweer een lijstje voor volgend jaar. Klaar.
wie weet, kan je dan ook weer genomineerd worden? Dat blijft gewoon doorgaan, zeg maar. Je gaat gewoon door. Kijk, ik wil gewoon alsmaar verbeteren. Ik heb een enorme drang om mezelf te verbeteren. En volgend jaar gaan we weer vrolijk meedoen. En dan gaan we ook gewoon zorgen dat mijn winkel nog meer kan verbeteren. Ja. Dat ik mijn klanten nog blijer kan maken. Nou, met deze prijs wens ik je alvast heel veel plezier. Dit jaar kan in ieder geval al niet meer stuk. Nee, gaat zeker. Ja, ik wens je nog heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Meneer Scheerhoorn, u was een van de juryleden. U moest een winkel kiezen als beste van Nederland. Dat lijkt me een hele opgave. Nou, ten eerste doe ik dat niet alleen. Dat doen we met twee juryteams van ieder 3 man. Het is inderdaad wel een hele opgave. Want je hebt te maken met toch wel 5, tenminste de laatste 5 dan 5... toch verschillende winkels met haar eigen ondernemersvisie, met eigen ondernemers. En ja, dat is een lastige keus. Er wordt vooral veel gekeken naar wat voor visie heeft de ondernemer en hoe kun je dat terugvinden in zijn winkel. En als je het over Paul hebt, dat is de winnaar van deze avond, die denk ik zowel bij de vakjury als bij de consumentenjury erg hoog geëindigd is. Dus dat is fijn altijd dat op één lijn ligt. Maar Paul die heeft zich echt wel onderscheiden van alle andere winkels. Die heeft een eigen winkel weggezet met een eigen karakter. En heeft heel veel in concepten gewerkt. Paul gaat de boer op is zo'n concept waar niet alleen naar boeren is geweest, maar gewoon de boer op is gegaan. En dat zijn wel dingen die hij anders doet dan alle anderen. Hij heeft zich vooral onderscheiden. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Maar het is een hele moeilijke opgave. Ja, want ik begreep van, ja, jullie, je had een vakjury en een consumentenjury. En die consumentenjury die was zeg maar, ja, incognito, om het zo maar even te zeggen, die ging incognito naar de winkel toe. Ja, dat klopt. Ik weet ook niet wie dat zijn, maar dat zijn echte consumenten. En ja, die komen gewoon iets kopen. En die stellen natuurlijk vragen, maar ja, die komen incognito naar de winkel. Maar hebben jullie die mensen wel aangesteld dan? Nee, dat wordt het vakcentrum gedaan. Ik heb ze ook nooit gezien en ik weet ook absoluut niet wie het zijn. Nee. Maar misschien dat Barend dat zou kunnen vertellen. Ja. Is een consumentenbeoordeling nu belangrijker dan een vakjury? In principe vind ik dat eigenlijk wel. Want de consument bepaalt uiteindelijk wie er in de winkel komt. Ja. Maar ik denk dat ook een vakjury wel op een andere manier naar een winkel kijkt. En door een... ik denk dat je op 2 verschillende manieren moet kijken. Want aan de ene kant moet je het goed doen om het voor de consument, aan de andere kant het mooi voor elkaar te krijgen. Maar de consument bepaalt. Dat is altijd zo. Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Ja. Ik zou zeggen hartelijk dank en ga nog lekker eventjes feest vieren, want het gaat hier nog lekker eventjes door. Dank u wel. Dank u wel.